Mike, dit is toch wel een beetje een domper. Heb jij een verklaring voor de nederlaag? Ik denk dat we vandaag gewoon onterecht hebben verloren. Ik denk dat wij de betere ploeg waren, ondanks dat we niet heel veel uitgespeelde kansen hebben gecreëerd. Maar denk ik toch dat wij de bovenliggende partij waren en hem absoluut niet horen te verliezen. Nee, want vooral voetballend in de eerste helft waren jullie veel beter. Waarbij ik wel moet aantekenen dat het allemaal tot aan de 16 goed ging. Maar echt grote kansen heeft dat toen niet opgeleverd. Of heb ik er een gemist? Nee, ik denk niet. Maar wat je zegt, we waren tot aan de 16 absoluut beter. En de laatste bal die moet dan goed zijn. En dat ontbrak vandaag. Ja, en dan heb ik dus heel lang geen verschil kunnen merken tussen een ploeg die zevende staat, die 10 punten meer heeft. Lijkt het erop dat ADO het zelfvertrouwen heeft, met het goede voetbal ook resultaat neer gaat zetten. Maar waarom lukt dat dan net niet vandaag? Heeft dat ook dan toch weer misschien met een penalty te maken die je niet krijgt? Nou, ik denk dat wij absoluut een penalty horen te krijgen. Vooral met Christensen, hè, denk ik vooral. Ja, dat was in mijn ogen 100% de penalty. Ja, er was nog een handsbal volgens mij in de eerste helft. Dat was discutabel. Maar ja, dan denk ik zeker dat die tweede, dat gewoon een penalty hoort te zijn. Nou ja, dan moet je hem natuurlijk nog maken. Maar dan kom je voor en dan denk ik dat je hem niet meer weggeeft. Maar ja, we zijn dit jaar erg ongelukkig met scheidsrechters. Ja, en dat gaat ook niet meer goed komen. Want ze zeggen wel eens aan het eind van het jaar hebben we net zoveel mee als tegen gehad. Maar die 8 penalties tegen waarvan de helft onterecht was, die gaan jullie niet meer voorkrijgen, denk ik. Nee, dat zei ik een week of 10 geleden ook nog. Ik denk aan het eind van het seizoen dan heft het elkaar allemaal op. Maar dat gaan we dit jaar niet meer redden, nee. Je werd gewisseld. Waarom was dat? Nou ja, ik heb nog steeds last van mijn voet. Dus ik denk de trainer zei de rest van het seizoen heb ik je nog nodig. Dus ik denk dat het daarmee heeft te maken. Klinkt wel goed, hè, als een trainer zegt, ik heb je de rest van het seizoen nog nodig, vriend. Ik haal je er nu even uit, maar... Ja, maar dat is niet alleen voor mij, hoor. Ik denk dat iedereen hebben keihard nodig in deze situatie. Dan zit jij te kijken en zie je het misgaan. Ja, dat is pijnlijk. In het Haagse kwartiertje krijg je hem tegen en dat doet pijn. Waar gaat het mis? Kan je dat beter zien eigenlijk vanaf de bank? Of sta je op het veld er beter voor? Ja, het was nu helemaal aan de andere kant. Dus daar kon ik niet goed zien. Dus dat zou ik terug moeten zien. En wat dan wel jammer is, jullie komen 1-0 achter, dan zijn er nog 12 minuten te spelen. Maar het lukt ook niet meer om echt Heerenveen onder druk te zetten, om er een slotoffensief uit te persen. Nee, klopt. Dan moeten we gewoon, dan sta je achter en dan kan je helemaal gaan bang spelen. Dan heb je niks meer te verliezen en dan moet je vol voor een punt gaan. En moet je proberen wat af te dwingen en dat hebben we misschien te weinig gedaan. Dit is toch weer even wennen, thuis verliezen, want dat was in september voor het laatst. Ja, zeker. Dat is lang geleden en het is jammer dat die reeks, mooie reeks ten einde komt. Heracles verloren, Go Ahead verloren. Nou is Heracles de eerstvolgende tegenstander, dus is dat dan nog te overzien? Heracles een puntje hoorde ik net. Oh, dat is een puntje, dat weet jij meer dan ik, denk ik. Nou, jij bent toch meestal goed geïnformeerd? Dus ik heb de hele tijd niet mijn telefoon gekeken, want ik vond het zo spannend in de slot. Maar dat zou er nog vervelender zijn als Heerenveen een puntje pakt. Of Heracles, sorry. Je bent nou helemaal kwijt. Ik ben nu helemaal in de war, Mike. Maar er komt ook, je hebt je geschoren. Dus ik zit te denken opeens, je hebt toch naar je moeder geluisterd. Ja. Mama's de baas, hè. Maar Heracles moet dan volgende week maar het slachtoffer worden hier. Ja, kijk, ondanks dat we vandaag niet hebben gewonnen thuis, denk ik dat wij thuis absoluut wat extra's hebben. En dan moeten wij volgende week Heracles de baas zijn.